is een indrukwekkende kelder. Hè? Ja, hier staan natuurlijk heel veel wijnpersen. En hier werd ook vanaf de 12e eeuw wijn gemaakt. En dat is natuurlijk een ontzettend inspannend werkje. Ik denk dat die arbeiders hier werkelijk niet meer naar de sportschool moesten na hun werk. En er werden dus die druiven daar compleet geperst onder een hele hoge druk. Ja. En ik ken eigenlijk niemand van de wijnboeren hier in de regio die nog zulke pers gebruikt. Want je kunt ze echt vergelijken met folterapparaat. Dus de druiven werden daar ingelegd in die bak. En dan werd dat hier zo heen en weer geschroefd, zeg maar. Dus het helemaal naar beneden. Onder een druk van bijna 200 bar. Dat is echt enorme druk. En dan kwam hier de sap uit. Dat werd ook meerdere keren herhaald. En dan werden die planken werden eraf gehaald, een beetje water erop gegoten. En dan werden die druivenschalen weer een beetje weer met water, die absorbeerden het water. Dan werd weer geperst. Dat kwam heel waterige sap. Maar dat was belangrijk, want de mensen wilden niet graag water drinken. Die wilden liever alcoholische... Ja, het water was bacteriën. Met bacteriën enzovoort. Dus ze wilden liever alcohol drinken. Maar ja, dat was duur. En dit was gewoon een algemeen een huisdronk die ze hadden. En dan hadden ze tot 5 liter per dag, mochten ze daarvan drinken. Maar dat is natuurlijk heel zwak alcoholisch. Zullen we kijken of we een glaasje kunnen proeven?